De kranslegging heeft net plaatsgevonden. Ja. Wat vonden jullie ervan? Waar zijn jullie gevoelens daarbij? Het is natuurlijk voor het eerst hier in Woerden. Ja, ik vind de herdenking die is heel erg indrukwekkend. Ja. En de Tweede Wereldoorlog is natuurlijk ook voor Molukkers in Nederland natuurlijk een belangrijke... is de oorzaak dat ze ook hier zijn. Hè? Ja. Zonder de Tweede Wereldoorlog waren er geen Molukkers hier in Woerden. Nee, klopt. In Nederland. Ja. Maar wat is uw gevoel, zeg maar, om dit te mogen doen namens de Molukse gemeenschap? Ik vind het denk ik wel een plicht, denk ik, ja, om hier aanwezig te zijn. Dat denk ik ook. Omdat er Molukkers is zeer betrokken in ja, negatieve zin wil ik niet. Zeer betrokken natuurlijk in de oorlog. Ja. Daar is de Tweede Wereldoorlog en ook daarna. De periode tussen 45 en 49 in Indonesië. Ja. Dus de betrokkenheid is meer dan gemiddeld. Ze hebben zich natuurlijk ingezet. Ze hebben natuurlijk ingezet. Ze zijn zeer, zeer betrokken in de oorlog. Ja. Dus, de eerste generatie, ja, velen zijn er natuurlijk helaas niet meer. Maar... Oké, het is 60 jaar, hè? Ja. Nee, 60 jaar voorbij. Maar 66 vanaf 1945. Ja. En wat zouden jullie ouders ervan gevonden hebben, nu 60 jaar later? Dat die beter dat kan beantwoorden. Omdat ik hier langer zit. Nou, ik weet niet. Ik weet wel dat mijn vader, die ging hier met gemeentegevoelens naartoe. Hij heeft zich wel kunnen ontwikkelen tot aan zijn dood. En dat heeft hij ons ook meegegeven. En daar ben ik wel blij om. Ja. Dat we niet alleen maar het Moluk zijn van hem, maar ook het Westerse van hier hebben mee kunnen krijgen. Dus toen ik hierop stond en de bloemen een krans moesten leggen, dat het eerste waar ik aan dacht was echt mijn vader. Ja, ik ook. Mijn opa en oma. Ja, ja. Dat is echt mijn vader. Ja. Kijk, mijn moeder niet zozeer, maar mijn vader heeft daar toch in zijn leven gezeten. Ja. En de manier waarop hij hier naartoe is gekomen, dat gaf mij toch wel het idee van ja, daar doe je het voor. Ja. Nou, ik vond het zeer emotioneel om toch na zoveel jaar, toch, ja, en dan ook speciaal in, nou ja, voor ons dan Woerden, belangrijk. Ja, en het is ook een heel belangrijk jaar voor ons, ook, nu, dit jaar. 60 jaar Molukkers, dat geeft toch heel veel impact in dit geheel. Vind ik ook. Nou. Maar ik ben blij dat we het hier hebben mogen staan. Ja, ook namens de stichting Sina Molukken. Namens de stichting en de Molukse gemeenschap in Woerden. Ja. Zeker. Oké, nou, hartelijk dank voor de toelichting, hè.